Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de producten van maart en april laten zien die ik niet fijn vond. Het zijn niet heel veel producten, er zitten totaal 5 producten in mijn bakje. Maar ik ga je toch laten zien welke producten ik dus niet fijn vond. Ben je benieuwd naar de producten die ik zeker niet zou aanraden, zou ik zeggen kijk maar even gezellig mee met deze video. Ik begin met een mascara van Essence en dat is de Another Volume Mascara Just Better. Het is een mascara waar hyaluronic acid en betanol in zit. Dat is deze. Ik heb eerdere mascara's uit de collectie getest met ook dezelfde vorm. Daar was ik eigenlijk heel enthousiast over, dus mijn hoop bij deze was best wel groot. Het is een mascara die volume belooft en ja... Dat deed hij eigenlijk totaal niet. Hij heeft zo'n borsteltje. En het grappige is, je kunt tegenwoordig op de website van Essence en Catrice uittesten hoe een product bij jouw gezicht past. Of staat eigenlijk, door een video te uploaden. En dan zie je dus hoe een mascara eruit zou zien op jouw ogen. Maar dat heeft dus helemaal geen effect, want sommige mascara's werken gewoon niet. Mijn wimpers werden zwart, maar dat was het ook. Dus deze mascara, die vond ik geen succes en zou ik daarom ook zeker niet aanraden, helaas. Dan heb ik van het kruidvatmerk de Metustay Fixing Eyebrow Gel, die longlasting beloofd te zijn. Ik heb deze, dit is de kleur 030 Warm Brown. Het is een gekleurde wenkbrauw gel. En die is met vezels verrijkt, de formule. En die zou je dus volle, gefixeerde en perfect gevormde wenkbrauwen geven. Nou, ik zal allereerst eventjes het borsteltje laten zien. Heel klein, heel basic, eigenlijk prima voor je wenkbrauwen. Ik heb hem hier even op mijn hand aangebracht. Dan zie je dat hij eigenlijk best wel donker is. Maar toen ik hem op mijn wenkbrauwen gebruikte, de kleur was verder prima, merkte ik toch dat er best wel veel witte plekjes in mijn wenkbrauwen bleven zitten. Op zich blijft hij goed de wenkbrauwen op zijn plek houden, alleen omdat hij eigenlijk niet goed dekte, want hoe vaak je er overheen ging, die plekjes die werden niet bedekt, vond ik hem toch geen succes. Dan denk ik, dan kan je beter een transparante wenkbrauwgel gebruiken. Waar je zelf dus een poeder of een potlood onder aanbrengt. Dus omdat hij witte plekjes in de wenkbrauwen overhield, vond ik hem dus niet fijn. Dan heb ik van Essence uit de Snow Much Love collectie de Glitter Liquid Eyeliner. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Dit is de 01 Oh Snowy Shine. Nou, dit is dus een glitter eyeliner en ik... vond dit eigenlijk wel een heel leuk concept. Althans, dat dacht ik. Hij heeft een vrij basic kwastje waar je op zich de eyeliner prima mee aan kan brengen. En de swatch ziet er echt heel leuk uit. Alleen op je ogen zie je er niks van terug. En dat is wel jammer, want ik heb hem hier nu aangebracht op mijn hand. Het is niet heel intens, maar je ziet hem wel. Doe je dit op je ogen, zie je er echt letterlijk niks van terug. Want ik heb het geprobeerd met een ooglook. Maar ik heb het ook geprobeerd zonder oogschaduw erbij aan te brengen. Je zag hem gewoon niet. Dat vond ik toch wel heel jammer, want het leek me best leuk. Gewoon met sommige bepaalde dagen is het leuk om een glitter eyeliner te gebruiken. Maar deze die viel voor mij erg tegen, dus dat was jammer. Dan heb ik van Lottie London de AM to PM Rectable Eyeliner. En deze komen altijd in een doosje. En dat is deze eyeliner. Maar, kijk, dan ga je er naar kijken. En eigenlijk vind ik het een potlood. De swatch is ook prima. Hij is mooi zwart. Maar als eyeliner werkt dit dus totaal niet. Als oogpotlood denk ik daarentegen dat het heel goed zou werken. Maar omdat hij echt als eyeliner werd omschreven, denk ik van nee, het is geen eyeliner. Het is voor mij gewoon een oogpotlood. Ik vind een eyeliner, vind ik gewoon, dat moet gewoon een of een pen zijn, maar niet een potlood. En dit is gewoon echt een potlood. Dus als oogpotlood zou ik zeggen ja, als eyeliner nee. En daarom heb ik hem dus toch bij de veel producten gedaan, omdat hij echt omschreven wordt als eyeliner. En dat is hij gewoon niet. Dus ja...
Heel jammer, maar ja, ik vond dat geen werking hebben. Ik moet wel zeggen dat hij goed blijft zitten, want hij gaat heel moeilijk van je hand af. Maar toch, nee, als eyeliner zeker geen aanrader. Het laatste product wat ik heb is ook van Essence. En deze komt uit de Positive Vibes Only collectie. En dat is de Baked Highlighter. Deze heeft de naam 01 Light Up Your Day gekregen. En hij zou extreme pigmentatie bevatten. En een licht reflecterende glitterdeeltjes. Nou, het is dus inderdaad zo'n highlighter die er bol uitziet. En dat klopt, want baked highlighters zijn altijd heel bol. Ik ga een swatchje. Dit is het dan. Kijk, je ziet hem heel licht met een swatch. Ik ging het op mijn gezicht aanbrengen en ik zag er letterlijk niks van terug. Het is ook best wel een highlighter die op zich een beetje tussen warm en koel in zit. Want hij is niet super koel, maar ook niet super warm. Maar ja, ik zag er op mijn gezicht gewoon niks van terug. Ik heb over deze collectie ook een uitgebreide video opgenomen. Maar ik vond dit geen succes, want een highlighter mag er voor mij echt wel uitspringen. En als ik hem bijna niet terugzie op mijn gezicht, dan ben ik er al vrij snel klaar mee. Dus dit vond ik ook zeker geen aanrader, deze highlighter. Dan waren dit mijn veel producten van maart en april. Zoals ik al zei, het waren er gelukkig niet heel erg veel. Maar ja, toch wel een aantal producten waar ik dus niet heel erg blij van werd. Helaas heb ik nu ook alweer een aantal producten liggen die ik echt niet fijn vind. Dus die mogen weer in dit bakje teruggaan. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij een van deze producten al hebt geprobeerd. Of dat je misschien nieuwsgierig bent geweest naar deze producten. Dat je denkt, naar aanleiding van deze video, ik zal ze niet meer kopen. Dit waren dus twee trendeditie producten. Dus die zullen ook niet meer te koop zijn. Ja, en misschien is jouw mening over deze producten heel anders. Heb je ze getest en denk je, ik ben er wel heel enthousiast over. Ik vind het zeker leuk om te horen hoe anderen over deze producten denken. Dus mocht je je gedachten willen delen, doe dat dan zeker even in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!